Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Netwerk Midden-Brabant. In deze aflevering van Meeting Point, digitalisering. Stan Verhoeven, Sander Smit en Alex Boezeman bij mij aan tafel. Natuurlijk muziek. We hebben Laura en Eibe en we hebben Ralf, die gaat onze cuisinier, gaat weer iets heerlijks voor u maken. Welkom bij Meeting Point. Welkom bij Meeting Point. Digitalisering hier vandaag een thema. Drie fantastische gasten natuurlijk aan tafel. We hebben muziek, we hebben onze kok die voor u klaar staat. Maar ik ben zo benieuwd, met wie zit ik aan tafel? Stel je even voor, met je bedrijf erbij. Ja, hi, ik ben Sander Smit, eigenaar van BM Change. Ik heb een strategisch innovatiebureau in Hilvarenbeek. Ik help ondernemers met onder middel van business model innovatie onderscheidend en succesvol te worden en te blijven. Kijk, strategische innovatie. Eerst even de andere tafelgasten. Hey, ik ben Alex Boezeman van Newbreed Agency. Het is een boekingskantoor en management voor artiesten in het rock en metal genre. En wij boeken Europese shows en tours en doen het management van een aantal artiesten. Heel interessant voor mij ook wat dat dan met de digitalisering te maken heeft. Ik denk alles, maar dat horen we zo meteen natuurlijk. En de buurman? Stan Verhoeven. Ik heb 2 jaar geleden samen met 2 studievrienden Etrias opgericht. En wij exploiteren inmiddels 24 webwinkels in Nederland, een aantal in Duitsland en in Frankrijk. En wij verkopen consumentenartikelen online, uitsluitend online. We zijn groot in beddengoed, maar ook dameslaarzen, strandlakens, van alles en nog wat. Kijk, heel goed. En begonnen in het klein natuurlijk daar. Even in die introductie, die business models. Het zegt mij niks en ik denk vele mensen met mij. Nee, het is vaak een beetje een academisch begrip. Een business model is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Elke organisatie heeft er, in de voetbalclub ook. Een business model laat zien hoe je als bedrijf, organisatie waarde genereert en voor wie. Hoe je waarde genereert en voor wie? Ja, eigenlijk, je kunt als een bedrijf kijken naar welke producten heeft hij, maar je kunt ook kijken welk probleem van de klant lost hij nou eigenlijk op. Oké, kijk, dat is begrijpbare taal voor mij ook. Heel goed. En problemen van de klant, dat is een heel ander ding, maar ik wil zeggen, problemen van de klant. Hoe is jouw bedrijf begonnen? Gewoon uit hobby eigenlijk. Ik werkte in een kroeg in Tilburg, Little Devil. En daar boekte ik af en toe bandjes. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot een business model. Ja, en nu, je vertelde dus in de voorbereiding een stukje van, ik kan dat nog steeds vanuit mijn, we hebben het straks over digitalisering natuurlijk, maar vanuit mijn computer kan ik het regelen in het klein. Maar het is wel een groot bedrijf geworden. Groot bedrijf wil ik nog niet zeggen, maar het is inderdaad een beetje uit de hand gelopen hobby en ik kan het nog steeds vanuit thuis doen, laptopje en internet is genoeg. Het gaat allemaal per mail, Facebook en andere mediakanalen. Kijk, heel goed, want dat is natuurlijk de tegenwoordige tijd. En Etrias, je zei natuurlijk met je bedrijf van, we begonnen met z'n drietjes en we hebben elkaar van tevoren heel even aan mogen kijken. Waarbij ik termen hoorde als laarzen tot aan het plafond, hoeslakens in de hoek en een volle koelkast. Dat heeft een vlucht genomen. Dat kan je zeggen. Het was echt een studentenhobby. Je kon gaan vakken vullen bij de Albert Heijn of je kon voor jezelf een beetje gaan pioneren op het internet. Wij kozen voor dat tweede. Toen waren we op een gegeven moment afgestudeerd en zijn we volle bak doorgegaan. En inmiddels zijn we met 30 man in de weer en hebben we een kantoor in Tilburg. Een eigen magazijn in Heine Noord staan. Dus is het inderdaad een iets meer dan uit de hand gelopen hobby geworden, ja. En dan zeg je, zeg maar, beddengoed. Het is een van onze producten. Maar volgens mij het grootste product. Klopt, zijn we sterke speler in. Eigenlijk toevallig daarmee in aanraking gekomen. Een van mijn compagnons, zijn familie zit in het beddengoed. Die hebben een eigen fabriek. Dat was inkoopkanaal nummer 1. Dus ook start nummer 1. Ja. Daar hebben we heel veel tijd en energie in gestoken. En waarschijnlijk is het daardoor zo succesvol geworden. Inmiddels meer producten. Kijk, wat voor bedrijven komen bij jou terecht? Business models en BM Change. Dat is in principe heel breed. Van starters tot gevestigde bedrijven. Helaas komen ze vaak als ze merken dat het huidige businessmodel niet meer zo goed werkt. Dus nee, eigenlijk te laat. Maar dan zie je de omzet dalen. Maar het kan heel breed zijn. Ja. Het zijn bijna altijd bedrijven die door externe oorzaken zien dat wat ze altijd gedaan hebben niet meer werkt. En dat harder werken niet de oplossing is. Okay. En dan komen ze bij mij en dan proberen ze te leren hoe ze anders kunnen werken. Ik ben zo erg benieuwd bij alle drie natuurlijk wat het met jullie met digitalisering, wat dat voor jullie betekent, hoe snel we daardoor gaan. Maar dat ga ik zo meteen vertellen. Wat ook belangrijk natuurlijk is, waar we op tijd bij moeten zijn, is bij het bereiden van heerlijk eten. En Ralf, je gaat vandaag weer iets lekkers voor ons maken. Wat hebben we vandaag te verwachten? Hoi Rens, vandaag gaan we het volgende gerecht maken. Vandaag gaan we risotto maken.
Een van mijn specialiteiten, wat ik zelf heel erg lekker vind en heel graag maak, is truffelrisotto. Dus ik heb hier een mooie truffel. We hebben hier rijst, parmezaanse kaas, een mooie bouillon, witte wijn, olijfolie. En daarbij gaan we serveren wat groenten die het mooi bij je combineren. Ik vind zelf truffel met paddenstoel combineert natuurlijk. Het is alles in paddenstoel, dus we hebben mooie kleine kantereltjes erbij. We hebben artisjokken, kleine provade artisjokjes, die gaan we bereiden. En dan wat kleine courgettes en bospuntjes. Ralf, het gaat er ongetwijfeld weer goed uitzien, maar vooral zeker lekker smaken. Dus dat gaan we later natuurlijk ontdekken. Heren, digitalisering. Ik ben zo benieuwd. De wereld gaat snel. De digitale technologie gaat snel. We worden door onze kinderen aan alle kanten voorbij gerend. Jullie nog niet hebben misschien, maar voorbij gerend. Gaat het echt zo snel? Moet je mee, zeg maar, online om bij te blijven? Of loop je dan achter? Ik denk dat digitalisering elk bedrijf geraakt heeft, maar dat het niet overal even snel gaat. Digitalisering begon in de jaren 60 en 70, hè, met de opkomst van de cd, dat was de opvolging van de LP. Mm-hmm. En dat ligt een beetje aan je bedrijfstak waar je in zit, of je daarin mee wil gaan en kunt gaan of niet. Maar het gaat de laatste, sinds de opkomst van het web en internet, wel heel snel. Ja. Sneller als mensen denken, denk ik. En in het begin, je zegt, ik sta in de kroeg te werken, ik boekte daar regelmatig bandjes. Dus dan begint het langzaam, want dat is gewoon, je gaat op zoek en misschien niet eens op internet, maar misschien op posters. Hoe ging dat dan in die tijd? Jij bent nog betrekkelijk jong. Dus waar begon dat voor jou? Hoe vond jij die bandjes? Nou, die vonden mij eigenlijk al vrij snel, want ik speelde al langer zelf in bandjes. En toen ze in de gaten hadden dat ik bij een podium werkte, hadden ze al snel zoiets van, kunnen wij niet een keer komen optreden? Oh, dan zo, is het andersom. Ja. Dat is andersom inderdaad. En zo is dat eigenlijk uitgegroeid tot een steeds groter wordende contactenbasis. En ze blijven me nog steeds vinden. Maar was dat vroeger, omdat jij die mensen tegenkwam, zelf in een bandje zat, was dat gewoon van, ik schrijf je telefoonnummer op? Had je al een, ik weet niet hoe ver we terug moeten gaan naar dit idee? Nou, het is een heel vriendelijke business waar iedereen eigenlijk gezellig met elkaar een biertje drinkt en de volgende keer zegt, hey, we gaan nog een keer optreden. Hier heb je mijn telefoonnummer en e-mailadres. En zo groeit eigenlijk je... Oké, en zeg maar met zo'n business... Ja. Waar ik wel benieuwd naar ben, de muziekindustrie is dus heel erg veranderd door digitalisering. Hè? Dus de verkoop van cd's is veranderd, we zijn naar downloads geworden. Inkomstenbronnen van artiesten zijn veranderd, want met de muziekverkoop, daar redden ze het niet meer mee. Dus ze moeten het hebben van optredens en van andere dingen, verkoop van special editions en zo. Ja, klopt. Hoe merk je daar, hoe speel jij daarop in? Ik breng eigenlijk niet zo vaak meer cd's uit met mijn bands. We gebruiken de muziek meer als een promotiemiddel dan als daadwerkelijk het product om te verkopen. Dus inderdaad, de inkomsten worden gegenereerd door optredens te geven, door t-shirtjes te verkopen en dat soort dingen. En zo is de muziek en de videoclips en dergelijke maken we allemaal gratis toegankelijk op zoveel mogelijk media, dus Spotify, iTunes, illegale downloadlinks zelf gewoon online plaatsen, want je wil het verspreiden. Het is je dus promotie. Nou zit het kanaal, hoe meer mensen mijn muziek horen, hoe meer ik verkoop van alles wat er omheen zit. Dat is een beetje het model geworden. Ja, dat is wel een beetje het model geworden, zeker. Ja. Ik ben die business models, daar ben ik wel benieuwd naar, zeg maar. Jij bent klein begonnen met z'n drieën, dat is gegroeid. Dat zal ongetwijfeld ook digitaal gaan, want dat wat je nu zegt in al die landen en de afstanden en zo, dat is niet te behappen. Heb jij wel eens ooit gewerkt met iemand als Sander Smit? Heb je dat zelf gedaan? Of kun je je voorstellen dat zo'n bedrijf voor jou iets kan betekenen? In de basis zijn wij heel traditioneel retailers. Je koopt een product in en je verkoopt het weer aan iemand anders voor meer geld. Dus dat is het businessmodel, daar zit het verdienmodel in. Als je het dan hebt over moderne techniek, dan gaat dat heel veel verder. Wij ademen online, wij zijn niets anders, wij hebben geen fysieke winkel meer. En ook onze contacten met onze leveranciers, dat gaat allemaal met digitale koppelingen. Dus wij doen ontzettend veel met automatisering en ook ons magazijn. Alles dan draai ik het even om. Hij is een traditioneel bedrijf, met z'n drietjes begonnen een groot bedrijf. Business model, heb jij iets te melden aan hem? Nou, hij is vrij jong, hè? Een jong bedrijf ook en een jong persoon, dus voor hem is dat traditioneel. Maar voor iemand die al 30 jaar een winkel heeft, is dit best wel schokkend. Want dat gaat dwars op zoals hij altijd zaken heeft gedaan. Daar zit hem de... Als je altijd in je winkeltje hebt gestaan en wachten tot de klant komt, wat je online doet, is je zoekt die klant op, je gaat een dialoog. Dat is niet alleen met het verkoopmoment, maar dat is ook in de service, dat is in het voortraject, dat is het natraject. Wat heeft de digitalisering voor jullie gebracht? Jij bent misschien, omdat je inderdaad jong bent, niet anders gewend. Want wij zijn ermee opgegroeid. En dan zeg ik al bijna wij, maar jullie vooral. Alsof hier een kloof ligt, zeg maar, van lichtjaren. Maar ik wil zeggen, wat heeft het jullie gebracht? Digitalisering.
gigantisch veel. Het is een cruciaal onderdeel van ons bedrijf. Zonder digitalisering hadden wij niet eens kunnen bestaan. Had je dan op de markt gestaan met beddenhoes bij wijze van? Nou, dat zou kunnen. Maar een van de voordelen van wat je noemt, ik ben jong. Dus ik ben gewoon zo. Dus dat is ook een van mijn voordelen ten opzichte van mijn concurrenten op de markt. Die ook nog steeds bestaat. Dus je maakt gebruik van de mogelijkheden en je ziet de kansen op die momenten. Oké. En ik zag je even kijken zo van die digitalisering. Dan denk ik, oké, je zegt ik kan het nog steeds behappen. Maar word je ook nog steeds gevonden zonder die digitalisering? Minder snel. Ik denk dat ik het meeste contact wat ik heb is via Facebook. En ja, zonder het hele digitale tijdperk zou dat gewoon niet zo zijn. Ik heb nu gewoon contact over heel de wereld. Binnen 3 uur heb je een antwoord van iemand ongeveer. Als je een beetje snel bent. Mm-hmm. En dat was vroeger wel anders. En vroeger had ik contact met platenmaatschappijen of iets dergelijks moeten hebben. En die had ik dan moeten bellen of brieven sturen. En dat, dat is nu gewoon heel anders. Dat is gewoon even skypen, even Facebooken. En ja. Ik heb ze te pakken. Ik vind het leuk dat je zegt, ik heb binnen 3 uur antwoord. Want ik even wil meenemen na de onderbreking zometeen. We gaan even zometeen kijken bij Ralf. Ik heb een feitje opgezocht dat de gemiddelde tijd die retailers nodig hebben om een post op social media te beantwoorden is 7 uur, gemiddeld gemeten. En dat zijn 7 uur dat een consument dus bij de concurrent zou kunnen gaan shoppen. Houd dat even vast, denk er even over na. Ralf, hoe ver ben jij? Hoi Rens, ondertussen ben ik druk bezig. Ik heb de artichokjes heb ik al bereikt. Die heb ik bereid al barricoe. Dus ik heb de artichokjes heb ik schoongemaakt. Die heb ik opgezet met een klein boeketje. Dus heel fijn gesneden prei, knolselderi en venkel. En een beetje aangebakken artichokjes erbij. Kippenbouillon en witte wijn erop gedaan. En dan heel zachtjes gaar laten worden. En dan krijg je een hele mooie smaak aan de artichok. De kanterelletjes hebben we mooi schoongemaakt. De rest van de grond doen we even niks mee. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on now, make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, hey. I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny bitches that. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat. But I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. Dankjewel, we gaan verder hier aan tafel en ik schetste net even voordat we naar Ralf gingen, schetste ik even, zei 3 uur heb ik al een mailtje terug en volgens een onderzoek is het gemiddeld duurt het wel 7 uur, waardoor je ook klanten verliest of dat je niet snel genoeg antwoordt. Merk je daar iets van dat handelingssnelheid belangrijk is? Nou, we toch zo aan het digitaliseren zijn? Cruciaal bij ons. Snelheid wordt belangrijk geacht. Zowel aan het reageren op vragen als het verzenden van een pakket. Klantbeoordelingen zijn ontzettend transparant. Een slechte review kan killing zijn. Dus snelheid is cruciaal. En als er nou een slechte review is? Het kan altijd gebeuren. Vaak eerlijk zijn. Als je een fout hebt gemaakt, dat toegeven en het altijd netjes oplossen. Dat is naar mijn mening de enige manier. Ga er alsjeblieft niet omheen draaien. Maar los het gewoon netjes op. Dat kan altijd. Er zit gewoon een hele open, transparante ondernemer zit hier aan tafel. Het is de enige manier om succesvol te zijn. Ja, ben ik van overtuigd. Niks te verbergen heeft ook. De toekomst. Nou gaat de tijd snel. En ik zeg al, wij groeien ermee op. Onze kinderen groeien er helemaal mee op. Gaat het straks nog sneller? Gaat het nog anders? Gaan we nog grote stappen maken dat we nu al denken, nou dat had ik 10 jaar geleden niet kunnen denken. Ja, vanuit mijn werk kijk, digitaliseer ik ook wat breder. Ik zit ook in onderzoeksprojecten, bijvoorbeeld Waternomics. Dat is een projectgebied van watermanagement. Drinkwatertekort in de toekomst. Kunnen we dat met technologie
oplossen. Mm-hmm. Nou, hetzelfde beetje als met energie, hetzelfde als met verkeer. Er komen allerlei slimme systemen, die meten op allerlei punten, die laten apparaten met elkaar communiceren. En er komt allemaal informatie uit, waardoor wij weer slimmer met water, slimmer met energie en slimmer met verkeer om kunnen gaan. Maar ben je dat nu aan het onderzoeken om dat voor te zijn? Of ben je erachter gekomen dat eigenlijk al stiekem aan de hand is achter de feiten aan? Dat is ook weer, dat heeft ook wat te maken met een trend. Door de digitalisering zijn bedrijven steeds meer verstrengeld geraakt. Je kunt bijna niet meer als bedrijf alleen innoveren. Dat is positief, toch? Ja, dat doe ik niet. Ik vind het wel prettig als mensen leuk samenwerken, maar als je snel wil veranderen, is dat lastig. Oh ja, dat wel natuurlijk. Moet de rest van je keten, moeten ze ook mee. Die moeten ook mee. Want hoe vaak is het nu niet dat er gewoon verschillende bedrijven samenwerken en allemaal op een verschillend systeem zitten aangesloten. Ja. Dus niet eens klantgegevens of weet je wel, zakelijke gegevens, gewoon niet eens in een simpele druk op de knop één op één kunnen kopiëren. En dat lijkt heel simpel, maar dat kom ik heel het jaar tegen overal. Ja, het is precies wat hier wordt aangegeven. Wij zijn een jong bedrijf, maar wij doen ook heel veel zaken met traditionele bedrijven die misschien al wel soms een eeuw bestaan. Fantastisch mooi, maar compleet andere systemen en niet gewend aan onze manier van werken. En andersom ook niet. Dus dat levert inderdaad soms wel eens frictie op als je moet samenwerken, wat je met plezier doet, maar wat niet altijd gaat door verschillende stappen die je al wel of niet hebt genomen. Nee, je zult het samen vooruit moeten gaan. Ja. Het fenomeen website en webwinkel. Want er zijn naar mijn idee veel te veel mensen die starten uit het niets. Ik ga thuis, ik pak even een klein ding, sieraden maken. Ik ga thuis slippers ga kopen op vakantie. Mm-hmm. Mensen beginnen maar. Heb je daar bijvoorbeeld, als je nog betrekkelijk klein bent, maar het wel heel goed doet, wil ik zeggen. Heb je daar last van dat je denkt, ja, er zit er een thuis die denkt, ik heb ook een cd van AC/DC. Ik begin ook een bureau. Nee, ik denk niet dat je daar zo snel last van hebt. Ik heb heel veel vaste mensen waar ik mee werk. Dat is wereldwijd eigenlijk, met Amerikaanse bands of platenmaatschappijen die alleen met mij werken voor shows in Nederland bijvoorbeeld. En daar kom je niet zomaar tussen. Het is gebaseerd op vertrouwen en dat zul je moeten winnen. En je zult je eerst moeten bewijzen voordat je daadwerkelijk een stap verder komt. Dus ik denk niet dat zomaar iemand die denkt van joh, lijkt me leuk, ga ik doen. Je hebt er toch de nodige kennis voor nodig en je contacten zijn heel belangrijk. Dus om dat op te bouwen, dat kost gewoon veel tijd en moeite. Ik deel die mening absoluut. Bij ons zie je hetzelfde. Iedere dag starten er volgens mij tientallen webwinkels. 40% gaat binnen een jaar weer failliet. Ja, maar dat is een trend natuurlijk. Absoluut. Dat horen wij. Iedereen denkt slapend rijk te kunnen worden. Ik gun het iedereen, uiteraard. Maar, ik gun het niet die 40-jarigen die een app kunnen ontwikkelen wat ik niet kan en die dan 2,5 miljoen krijgen. Dat is fantastisch. Dat zijn irritant. Unieke verhalen. Ja. Maar het is wel uniek inderdaad. Absoluut, maar in de praktijk is het vaak gewoon heel hard werken, heel veel investeren en hopen dat het goed gaat. Ja, oké. Ja, dat is wel een belangrijk dat je zegt. Heel hard werken en heel hard investeren natuurlijk. Zijn jullie bij qua digitalisering? Lopen jullie op schema, op koers? Of hebben jullie nog een inhaalslag te plegen? Kijkend naar de toekomst. Ik heb nog een website de lucht in te laten schieten. Mm-hmm. Voorlopig gaat alles via Facebook en mail. En okay. dat is nog wel een puntje waar ik aan moet werken. Okay. Het is meer omdat ik denk van, oké, je hebt al een successtory en ze weten je al te vinden. Maar dat betekent dat als je dat uitbreidt, dat je dus mee... Nou, jullie zitten daar natuurlijk volledig in met wat je net schetst. Die toekomst, het gaat misschien nog wel sneller. Ik zie een boek bij je liggen. Ik ben even benieuwd waarom je dat hebt meegebracht. Of niet waarom, maar wat het boek Business Model Generatie. Nou, wat ik er mooi aan vind, ik ben een van de co-creators van het boek. Daar staat op een heel toegankelijke manier beschreven wat een businessmodel is en hoe je ermee kunt werken. En wat vroeger dus aan de experts was voorbehouden, aan de business consultants van McKinsey en je kent ze wel, kan eigenlijk iedereen nou. In 2 minuten kan ik het model uitleggen en kan de ondernemer mee aan de slag. En dat vind ik nou zo mooi. Kijk, dat is wel heel mooi, want daar kunnen wij allemaal natuurlijk iets van doen. Als ik nou de uitsmijter bij Sander Smit zou leggen en zeg van, zeg nog eens even waar we daar straks even mee begonnen, in 2 zinnen, wat nou dat businessmodel is. En dan pakken we dat als afronding en dan denken we allemaal, daar gaan we zelf ook mee aan de slag. Maar dat is dan aan jou. Dat is aan mij, ja. Het businessmodel, dat gaat eigenlijk alleen maar om, hoe genereer je waarde voor je klanten? En hoe zorg je dat zij een unieke beleving of een probleem opgelost hebben? En daarvoor kun je beter een expert in de arm nemen, want die kan je daar natuurlijk in sturen en bij helpen in dat proces. Of dat boek kopen en kun je het dan helemaal zelfsupporting? Sommige mensen wel. Ja. En ik vind, hoe meer mensen dat gaan doen, hoe liever ik het heb. Want er zijn altijd mensen tussen die er toch problemen mee hebben en die komen dan toch weer bij mij terecht. Dus, je moet zelf aan de slag, je moet zelf kijken waar je staat in het traject, in het proces. En vooral in de digitale technologie natuurlijk, die om ons heen voorbij raast. En wij lopen in de pas, wij gaan daarin mee. Mochten we vastlopen, komen we bij Sander Smit. Mochten we niet vastlopen, dan succes met alles wat jullie daar natuurlijk mee gaan doen. Even nog kijken wat het eindgerecht is geworden natuurlijk, want hij was eraan bezig. Wat heb je gemaakt, Ralf?
Rens, uiteraard hebben we voor dit gerecht ook weer een lekkere wijn uitgekozen. Dit keer gaan we voor een rode wijn. Een rode wijn uit Hongarije. Een beetje licht gekoeld van Gal Tibor. De wijn is een Pinot Noir. Heeft volle rode smaak. Heeft deze risotto wel nodig door de aardse smaken van de truffel en de heftige smaak van de Parmezaanse kaas die erin zit. Er zit een mooie tegenhanger met veel fruittonen erin. Braam, zwarte bes. En toch wel een beetje vanille, zoethout en in de afdronk, in de smaak. Alsjeblieft, niet van deze combinatie. Dankjewel Ralf voor 6 weken lang heerlijke gerechten met bijbehorende dranken natuurlijk. Meestal een wit wijntje bij je gerechten, maar vandaag een heerlijk rood wijntje. En daarmee vertel ik u, dames en heren, dat het de laatste is in een serie van 6 afleveringen van Meeting Point. Ik zou erg graag nog een serie maken. En wilt u dan bij mij aan tafel? Stuurt u dan uw mailtje naar meetingpoint@omroeptilburg.nl en misschien zit u dan wel hier. Zometeen nog 1 keer die prachtige klanken van Laura en Eibe. Maar eerst ga ik natuurlijk de heren bij mij aan tafel bedanken. BM Change, Sander Smit, Alex Boezeman van New Breed Agency en Stan Verhoeven van Etrias. We hadden het over digitalisering en vele andere onderwerpen hier vanaf het Meeting Point. Erg graag tot een volgende serie afleveringen. Erg graag tot Meeting Point. Proost. We chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I put you high up in the sky. Now you're not coming down. It slowly turned, you let me burn, and now ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and swore. Let me crash it in a blazing fall. All you ever did was wreck me. Yeah, you wrecked me. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. And instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. I guess I should have let you in. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck me. I came in like a wrecking ball. Yeah, I just closed my eyes and swore. Left me crashing in a blaze.